10 over 3 en vanaf deze week staat een nieuw Nederlands automerk in de showroom van Lauwman Exclusive. Minotto Car. Dat is wel letterlijk de naam. Onze hoofdgast is vandaag de oprichter Hans Tijgeler. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. We zagen elkaar vorige week al heel even kort op het Concours d'Elegance. Klopt, inderdaad. Waar jij jouw fantastische, mooie wagen aan ons showde en even de motorkap opendeed. Maar we kunnen ook wel zeggen, eindelijk. Want we hebben al contact sinds 2016, april 2016 volgens mij. Toen verscheen het eerste bericht over dit project op autoblog.nl. Het heeft wel even geduurd. Ja, het is meer werk dan je denkt altijd. Dus dat valt niet mee. En ik heb het heel lang afgehouden om bij jullie te zijn. Want er wordt veel te veel gepoeha in dit wereldje, vind ik. Ik wil eerst wat hebben voordat dat ik daar de aandacht op ga vestigen. Ja, daar ben ik op zich wel met je eens dat dat verstandig is. We hebben de hele wereld staat geplaveid met zomaar supercar en andere projecten die nooit meer van de grond zijn gekomen. Of maar één exemplaar, wat jou ook nog zou kunnen overkomen. Ja, dat zou nog steeds kunnen, inderdaad. Ja, maar 8 jaar heb je echt zoveel tijd nodig. Ben je dan fulltime ermee bezig geweest? Hoe werkt dat? Niet fulltime. Ik heb 6 jaar geleden heb ik mijn collega Rutger Meijer in dienst genomen. En die is wel 6 jaar fulltime bezig geweest. Dus het is veel werk. We dachten van tevoren, nou, we doen het in 1,5 jaar. Nou, dat viel een beetje tegen. Een beetje. Tikje, toefje. Waarom besloot je om een auto te gaan bouwen? Ja, naïviteit. Dat sowieso. Als je van tevoren alles niet weet. Niet denken maar doen. We hebben het net gehoord, inderdaad. Emiel. Ja, precies. Nee, joh, ik heb mijn leven lang heb ik dingen gebouwd. Het begon al toen ik 12 was. En dacht dat het leuk zou zijn om een surfplank te bouwen. Dus toen ben ik surfplank gemaakt. Ja, oké. Okay. Toen ik 13 was, had ik een zeilmakerij. Want die plank moest er zeilen bij. toen ik 15 was, had ik mijn eerste snowboard gemaakt. Die eigenlijk nog amper bestonden toen. Dus en zo heb ik dat altijd gedaan. Op 27 ben ik een vliegtuig gaan bouwen. En toen nog een en nog een. Oké. Je bent er nog, dus dat is redelijk succesvol. Ja, het is gelukt. Zeg maar, surfplanken en auto's, is nog wat. Als het misgaat, is het minder catastrofaal dan een vliegtuig. Nou, een auto is een stuk lastiger apparaat dan een vliegtuig. Ja, echt? Daarom dachten we ook dat we het in 1,5 jaar konden doen. Maar een auto is zoveel complexer. Al was het alleen maar vanwege de regelgeving eromheen. En zijn er minder regels voor vliegtuigen? De categorie amateurbouw vliegtuigen. Daar kom je met veel meer weg dan met auto's. Oké. Je hebt geen voetgangers in de lucht bijvoorbeeld waar je rekening mee te houden hebt. Yeah. Okay. Om eens wat te doen. Ja. 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 Maar hoeveel rekening moet je daar dan precies bij de bouw van de auto mee houden? Alles. Je begint eigenlijk met het wetboek en daar kan je een auto in bouwen. Er is zoveel vastgelegd wat wel en wat niet mag. Noem eens even een paar voorbeelden van waar jij nou echt hoofdbrekens aan hebt gehad. Geluid en emissie zijn twee dingen die behoorlijk zijn. Maar ook, die heb je met een vliegtuig ook. Die dan weer wel. Die heb je, emissie maar... niet, geluid wel heb je met een vliegtuig wel. Ja. Maar, dingen als scherpe randjes. Zowel aan de buitenkant als binnenin. Die schakelaars. Het is radio, maar ik heb allemaal van die mooie flipschakelaars in de auto zitten. Ja, had je er even een geluidje van op kunnen nemen. klik. Bij deze, klik. daar zitten weer beugeltjes omheen. Want die zijn dan weer verplicht, omdat je er anders aan zou kunnen bezeren. Maar die beugeltjes moeten dan weer 5 mm zijn en niet de 4 mm die je weer kan kopen. Nu snap ik inderdaad waarom al die auto's die dit soort schakelaars hebben, daar inderdaad altijd een beugeltje omheen zit. Ja. Dat is wel grappig. Nooit bij stilstaan. En hebben we niet een beetje overgereguleerd? Ja. Ja? Oké. Ja, denk het wel. Maar goed, dat zeg ik tot het moment dat ik mijn gordels niet omdoe en ergens tegenaan rij en een schakelaars in mijn voorhoofd geplant heb. En dan ben ik wel blij dat daar een schermbeugeltje omheen zit. Je hebt overigens wel een beetje kennis van zaken, hè, want je bent ingenieur. Ja, klopt. Inderdaad. Ja, dus het is, het is niet dat ik nou denk van, goh, ik heb wat van Delft uit wat bagage meegekregen om wat dingen uit te rekenen en door te rekenen. Maar je hebt de TU Delft gestudeerd, wat heb je daar gedaan? Ik heb natuurkunde gestudeerd. Natuurkunde, ja. Het heeft er vrij weinig mee te maken, of eerst dan. Heel goed rekenen, maar natuurkunde is een beetje de bedrijfskunde van de technische vakken. Dus je krijgt van alles sterkte leer, warmteberekeningen, je krijgt elektriciteit. Ik heb bedrijfskunde gedaan, maar mijn stelling erbij is eigenlijk wel, dan kan je eigenlijk net niks. Je weet van een heleboel dingen niet heel erg veel. Dus is bij natuurkunde hetzelfde? Dat is bij natuurkunde hetzelfde, tot het moment dat je iets wil gaan doen. En dan heb je in ieder geval voldoende beginpunten. Om het uit te gaan zoeken. Geschiedenis geldt dat ook zo, jongens. Wat waren de grote tegenslagen die je bent tegengekomen? Want je wilde
anderhalf jaar, het werd 8. Dus ja, niet moeilijk om er eentje aan te wijzen. Ja. Alles duurde lang. Ja. We roepen soms voor de grap dat we 3 auto's gebouwd hebben waarvan de 2 in de prullenbak liggen. Ja. Je maakt iets, je bent toch niet tevreden. Ik denk de grootste tegenslag is mijn perfectionisme. Ja. Beter is de grootste vijand van niet van, van goed genoeg. Ja. En ja, daar loop ik gewoon keihard tegenaan. Het moest perfect en anders was het niet goed genoeg. Ja. Wel grappig, want daar gaan we dan straks over hebben. Want je gaat wel iets vrij fundamenteels wijzigen. Dus ja, dat klopt. Hoe zit dat dan? Ja, maar daar heb ik ook wel een goed verhaal bij. Dus. Maar we moeten toch over een belangrijke tegenslag hebben. Want er is gewoon brand uitgebroken in de werkplaats. Oh, dat is... Of is dat nieuw voor jou? Dat was na 2 jaar inderdaad. Nee, ik ben teruggekomen van de zoveelste trip naar Italië, naar de start van de Mille Miglia. Ik heb een oude Ferrari Dino en daar ging ik met allerlei vrienden met Ferrari. Het is een Dino, het is geen Ferrari, toch? Het is een Dino, oké. Okay. Ja. En dan nog de Bertone Dino, dus de hoekige, dus het helemaal het stiefkindje. Ik vind ze heel gaaf trouwens. Ik ook. Dus, geweldig auto. Ja, precies. Maar we teruggekomen uit Italië en voor de zoveelste keer. Het eerste wat ik deed was linea recta naar die open Italiaanse races toe rennen. Dus ja, na zoveel jaar dacht ik van, nou moet ik het gewoon gaan doen ook. Ja. Dus ik ben op zoek gegaan naar een tekenaar. Ik ben om mij te helpen tekenen, want ik kan het goed verzinnen, maar ik heb geen vast genoeg hand om iets op papier te zetten. Dus dat hebben we al mijn kat gezet en toen ben ik gaan bouwen. En toen kwam ik erachter dat het maar 24 uur in een dag zaten. Ja. En toen heb ik nog een brand gehad in die garage waar mijn werk tot dan toe stond. En dat was een heel mooi moment om te zeggen, nou gaan we het anders aanpakken. Ja. Oké, dus je hebt dat eigenlijk ten positieve gedraaid. Ja, en dat was het moment dat ik Rutger ook op benaderd heb. Ja. Die kende ik nog van het vliegtuig bouwen. Ik wist wat hij kon. En toen gezegd van, nou ja, wat ben je aan het doen op het ogenblik? En heb een baan aangeboden. Okay. Kom helpen. Ja. Ben je blij met het eindresultaat? Ja, hij is een perfectionist, kan haast niet anders. Nee, dan ben je nooit tevreden. Dan ben je nooit tevreden. Ik kan je 20 dingen aanwijzen die ik anders zou willen doen. Maar het is een prototype. Hè? Dus het hoeft ook niet. De eerste hoeft niet perfect te zijn. Dit is ook niet de auto die we verkopen. Dus Oké, okay. maar goed, het geeft wel een indruk van wat het moet zijn natuurlijk. Absoluut. Kun je hem even beschrijven? Hij is rood. Ja. Hij is open. Hij is heel basic. Hij heeft spaakwielen. Een enorme motor erin. Aluminium stoeltjes. Een laag voorruitje. Je zit dus vol open in de wind. Klinkt Spartaans. Het is Spartaans tot en met. Ja, pijn in de kont. Nou, dat valt ontzettend mee. Maar, nee, er zit wel een filosofie achter. Want het leuke van die trips naar Italië met al die Ferraris was dat ik heb gereden met alles wat nieuw is en modern is en loeihard kan. En met mijn eigen dinootje. En ik kwam er elke keer achter dat die auto's die moderne sportwagens zijn zo waanzinnig goed. Echt diep respect voor die fabrikanten hoe ze dat maken. Maar echt leuk zijn ze niet. De ziel is eruit. De ziel is eruit, de beleving is eruit. Auto's zijn het leukste. Volgens mij, Wouter, heb jij pas nog een oude Porsche gereden waarbij je dat ook had. Auto's zijn het leukste waarbij je, wanneer je heel hard moet werken, wanneer je er wat voor moet doen. Ja, dat was zonder airco ook en zonder ventilatie. Ja, dat was heel leuk. Ik speur mijn auto niet. Ik heb er geen dak op staan. Dus maar wat zoek je dan in een auto? Kan je dat vangen in wat trefwoorden? Nou, het leukste voorbeeld vind ik nog altijd. Stel, je kan heel goed paardrijden. En je bent jockey, je kan heel goed paardrijden. Je hebt de keuze uit een makke, tamme manegepony die loeihard kan rennen, maar voor de rest zo mak is als een lammetje. Yeah. Of een bokkig, nukkig, volbloed renpaard. Yeah, okay. Nou is het zondag en dan ga je voor je lol ga je even een uurtje rijden. Yeah. Ook een pakje. Ja, niet die, zeg maar even de Audi RS6, want dat is de makkige manegepaard waar je heel hard rechtdoor mee kan gaan. Ja. Vrij lullig dat ik dat zeg over deze hoofdstuk. Een hele competente, gave auto, maar dat is natuurlijk wel een beetje... Nee, precies, dat is mijn punt. Ja. Ze zijn zo goed. Maar omdat ze zo goed zijn, is het leuke er een beetje uit. Ja. Dus dat zoek ik. Ja, nou, een van die leuke dingen die ligt natuurlijk onder de motorkap. Ja. Je zei het al, een stevig motorblok. Ligt een Ferrari V12 met een vermogen van... 580 pk als je hem openzet. Hoe
kom je eraan? Heb je gewoon bij vrienden van Ferrari aangeklopt? Nee. Deze komt van eBay uit Duitsland. Serieus? Een gecrashte Ferrari 612. Die had achterschade. Dus die motor hebben we opgepikt. Vervolgens zijn we naar Forza Service en Os gegaan om hem helemaal na te kijken. En ik weet niet of ik daar reclame van mag maken. Excuus. Nee, jawel hoor. De motor is goed en die hebben we erin gezet. Mooi. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing. Een bedrijf dat videocontent maakt, kiest voor radio? Wij zijn Minutes on Career en maken videocontent voor recruitment en employer branding. Van concept tot eindproduct. Hoe staat het met jouw werkgeversmerk? Minutesoncareer.com. BNR Zaken doen. De laatste dagen van Bing Bank op de beurs zijn bijna geteld nu de overname door Saxo Bank rond is. Met CEO Vincent Gemeins bespreek ik maandag hoe de toekomst van de online broker eruit ziet. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Schneider Electric. Schneider Electric. Onmisbare technologie voor een groene toekomst. Verantwoord investeren in je IT-omgeving? Test het ThinkSystem datacenter portfolio van Lenovo. Ga naar iRent.systems. iRent my case. Maandag in Zaken doen? De ondernemersdesk groei. Purpose wordt steeds belangrijker bij werving. Wat doe je als je bedrijfstak niet zo positief staat aangeschreven? Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen. Nog efficiënter omgaan met je IT-resources? Ontdek wat je datacentersystemen waard zijn en draag bij aan een circulaire economie. Ga naar iRent.systems. De nieuwe Mini Clubman is voor iedereen die niet wil kiezen. Tussen ruimte of stijl. Voor iedereen die wil rondrijden in prachtig design, maar ook genoeg ruimte achterin wil. Die niet één achterdeur wil, maar twee. Dit is de nieuwe Mini Clubman. De station met stijl. Nu tijdelijk met gratis automaat. Kijk op mini.nl. Wat doe jij zo al op een dag? Grote kans dat je vooral gesprekken voert. Mensen stimuleert en adviseert. Vergadert, onderhandelt en presenteert. En, hoe gaat dat? Zou het beter kunnen? Volg dan de leergang Leiderschapscommunicatie van het Nederlands Debatinstituut. Wij helpen je graag je impact te vergroten. Wil jij communiceren als een echte leider? Schrijf je dan in op leergangleiderschapscommunicatie.nl. Het Nederlands Debatinstituut geeft inhoud vorm. Bereken op mini.nl het private lease tarief voor jouw Mini Clubman. BNR Verkeer. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB. In het zuiden van het land is het vooral druk en staan veel files. Veel vertraging ondervindt het verkeer op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Schiphol en het knooppunt de Nieuwe Meer. 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Den Haag staat tussen Nieuwebrug en Gouda 6 kilometer na een aanrijding. De vertraging is zo'n 10 minuten. En op de A28 richting Groningen staat tussen Zwolle Centrum en de afrit Nieuw-Leusden nog altijd 10 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog een kwartier. Flitsmeister meldt flitsers op onder andere op de A1 richting Amersfoort bij Diemen bij 11.3. Op de A2 richting Maastricht bij 208.3. En op de A76 richting Geleen bij 17.0. Zometeen in de Nationale Autoshow. Hoe milieuvriendelijk zijn elektrische auto's nou echt? Dat straks. Nu eerst de nieuwsupdate van 3:30 met Jan-Ad Adelsen. Regeringspartij D66 reageert fel op nieuwe onthullingen in de Minder Marokkanenzaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Uit documenten in handen van RTL Nieuws blijkt dat het ministerie van Justitie en het OM destijds contact hadden over de zaak, nog voordat besloten werd tot vervolging over te gaan. Het is hoog tijd dat minister Grapperhaus orde op zaken stelt na de chaos die de VVD heeft aangericht, zegt D66. Ook andere partijen willen opheldering van Grapperhaus. De landelijke artsenclub KNMG roept de politiek op om wat te doen aan de vele kinderen die beginnen met roken. Iedere dag zouden 27 kinderen voor het eerst een sigaret opsteken. De KNMG slaat nu alarm omdat de Tweede Kamer zich dinsdag buigt over het preventieakkoord voor een gezonder Nederland.
Schiphol probeert door middel van een kort geding te bereiken dat de FNV-acties door beveiligingspersoneel worden verboden. FNV dreigt met werkonderbrekingen als Schiphol niet tegemoet komt aan de eisen rond nieuwe contracten. Om die eisen kracht bij te zetten wil de vakbond zondag een estafettestaking houden. Daarbij leggen verschillende groepjes beveiligers na elkaar voor een half uur het werk neer. Schiphol vindt dat de ruzie over nieuwe beveiligingscontracten een zaak voor de rechter is en dus niet met personeelsacties moet worden uitgevochten. President Trump heeft automaker General Motors via Twitter een veeg uit de pan gegeven. Hij heeft onder meer kritiek op de weinige banen die het bedrijf nog heeft in de Verenigde Staten. Daartegenover heeft GM grootse plannen in China, waarmee de VS is verwikkeld in een handelsoorlog. Trump vindt dat het tijd wordt dat het autoconcern zijn activiteiten terughaalt naar eigen land. Het weer, vanavond blijft het nog een tijdje zonnig. Morgen wordt voorlopig de laatste echt warme zomerdag. Het wordt prima strandweer en in het zuiden en oosten kan het zelfs 30 graden worden. 'S Avonds komt er meer bewolking en kan er hier en daar een buitje vallen. Kijken we nog even naar de beurs. De AEX staat op 559 punten, een plus van bijna 19%. En de Dow Jones in New York is zojuist hoger geopend en staat nu ruim 0,5% in de plus. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. Straks onderzoeker Auke Hoekstra van de Technische Universiteit Eindhoven over een toch wat omstreden onderzoek van de ADAC, de Duitse ANWB, zeggen we dan, hè, naar elektrisch rijden. Ja, hij noemt het zelfs nepnieuws. Oh, dat is wel zo'n hippe term, hè? Want zeg, als je ergens niet meet, dan is het fake news. Maar waarom zegt hij dat? Dat hoor je dan weer straks. Goed. Onze hoofdgast van vandaag is Hans Tijgelaar, oprichter van Minotto Car. Is niks fake aan. Nee. En we doen met hem de pijlstop. Juist. Want met welke auto ben je gekomen? BMW. Een BMW. BMW heeft heel veel BMW's. Okay, een BMW E93, hij stil rijdt, een cabrio. Een 3-serie. En een diesel, benzine? Diesel. Diesel gaat er wel in. Krijgt veel kilometers. Ja. Nou, wel fijn. Maar wel een 6-cilinder, toch? 6-cilinder. Ja, oké. Dus dat is om het nog een beetje goed te maken. Ja. Hou van mooi weer. Ja. Wel lekker inderdaad, nu cabrio, hè. Maar wat zou je rijden als geld geen enkele rol meer speelt en ook die kilometers dat allemaal niet meer uitmaakt? Wat wil je nog een keer hebben? Ja, die heeft hij net gebouwd. Dat natuurlijk. Heb ik net gebouwd. Dat wou ik net zeggen. Joh. Ja, wat wil je er nog meer bij? Ik heb de afgelopen drie maanden heb ik meer dan 9000 kilometer met dat ding gereden. Ja, maar je gaat het straks hartstikke druk krijgen. Als heel veel orders binnenkomen, dan ben je die Minotto ben je straks puugzat. Een Ferrari 250 Lusso. Kijk, dankjewel. Kijk. Ouwe. Ja, dat is mooi. En dan ga je er gewoon lekker dagelijks mee rijden. Dat zou pas stoer zijn. Ja, precies. Ja, dan gaan er wat mensen een beetje stijgen als je dat doet. Dat is eigenlijk gaaf om wel gewoon te doen. Ja, toch? Die dingen die staan allemaal maar in kelders opgeborgen. Precies. Zonde. Maar goed. Over kelders gesproken. Daar staat de Minotto niet. Nee, staat op zolder. Bij Lauman Exclusive. Dat is toch altijd weer. Dan moet je 6 trappen op of de lift. En dat is hoog en droog staat. Hoog en droog. Zelfs als in de koffiehoek. In de koffiehoek. Kijk aan. In de koffiehoek staat hij. Ja, dus we hebben tussen de kasten doorgemanoeuvreerd gekregen. Hij staat mooi in de lounge in de koffiehoek. Ah, lekker. En nu kunnen de kopers dus binnenkomen. Klopt. Ja. Klopt. Hoe komt die samenwerking met de Lauman Exclusive tot stand? Oh, dat is een via-via verhaal geweest. En ik heb gemerkt dat die auto een heel hoge gunfactor heeft. Ook in de pers, in de bladen. Maar ook bij Lauman van, joh, wat leuk. Kom eens langs, laat eens zien. Ja. En dan blijkt het toch eigenlijk best een heel leuke en ook een heel, sorry dat ik het zelf zeg, maar goede auto te zijn. Ja. Maar toch ga je wat veranderen. Ja, dus we hadden het net over perfectionist, maar er gaat iets vrij wezenlijks ook veranderen. De motor. Ja. De olifant in de kamer. Waarom? Ja. Waarom? Meerdere redenen. Je bouwt een prototype om wat van te leren. En ik ben een rupsje nooit genoeg, maar ben er eigenlijk achter gekomen dat je ook te veel kan hebben. Yeah. Dit is te veel. 580 pk is te veel. Te veel voor een auto van 980 kilo. Ja, ja, oké. Okay. Hij doet het goed, hoor. Hij presteert prima. Het chassis kan het allemaal hebben. Maar het idee was een leuke auto te bouwen. En een leuke auto is ook wanneer je even lekker door kan halen in die versnellingen. Even gas erop en even doorjanken, zeg maar. En dat kan hierbij niet. Het is 2-3 seconden en dan zit je op ver boven de christelijke snelheid. Ja. En ik heb hem eerlijk gezegd nog nooit helemaal vol open gehad. Nee? Nee.
Gewoon niet omdat niet, het gewoon... Omdat het niet gewoon niet nee. het goede ja, stuk asfalt gevonden waarop dat nee, kan. Nee, precies. Want je bent continu bezig met het managen van je tractie. Ja, ja, ja. En als ik hem in één keer op het gas ga staan... Ik heb wielspin gehad in zijn vierde versnelling op droog wegdek. Ik bedoel, het is te veel. Oké, dus er moet wat gedownsized worden. Wat komt er dan in te liggen? Er komt een heel mooie Alfa Romeo zescilinder motor in. Het Busso-blok. Dat is dat blok met die mooie chrome uitlaat of inlaatpijpen. Ja, was er ook wel mooi bij. Ja, alleen die inlaat die werkt natuurlijk niet. Want die, in Alfa Romeo ligt hij in de breedte. Ja. Wij leggen hem in de lengte. Okay. We hebben het 3,2 liter GTA-blok. Dus dat is het grootste blok wat ze hebben. Die brengen we naar Auto Delta. Die al 40 jaar lang niks anders doen dan het prepareren van Alfa Romeo's voor rallies en dat soort. Die boren hem op naar 3,8 liter. Ja. En dan hebben we een heerlijke 330 pk. Ja. Met een soundtrack van echt zalig. Ja. Ja, dit is diezelfde motor die Jeremy Clarkson en James May pas nog... hadden ze een rondje door Schotland, ik weet niet of je de uitzending gezien hebt. Daar waren ze het er roerend over eens dat de mooiste klinkende V6 ooit was. En dat zijn geen pannenkoeken. Nee, maar het is maar een V6. Je komt uit een V12. Dat dus is, ik kan me voorstellen dat ze in de show zeggen... Ah, gaaf, V12 heb ik ook altijd nog een keer willen hebben. En dan, ja, maar de volgende wordt een V6. We zijn een heel mooie V6 aan het opbouwen om ernaast te zetten... om in ieder geval even een beeld te geven. En, Kijk, het grote voordeel is ook, dit blok is veel lichter. We raken ruim 100 kilo kwijt in het hele verhaal. En dat maakt die auto ook weer leuker. Ja, maar dat vind ik ook altijd, zeggen mensen ook altijd over... Dat ook over het Alfa 156. En dan, ja, je kan beter de 2 liter 4-cilinder hebben... want die is lichter in de neus, heb je minder onderstuur... in tegenstelling tot die V6. Dus ik wil altijd een beetje van... Ik snap wat je zegt, maar als je ermee rijdt... en dat is... we moeten toch maar eens even gaan organiseren... dat je zo'n rondje mee rijdt. Dan zal je zien dat iedereen hier mee rijdt... Er zijn nog meer mensen hier achter het glas... van de studio ook heel graag ik zie willen. Ik zie allemaal mensen klikken. Maar waarom niet de keuze bieden? Zeggen we hebben een V12 en een V6. Nou, dan kom je met de andere. Een aantal redenen. We hebben een Brexit die eraan komt. Ja. Deze auto hebben we via Engeland op kenteken gezet. Ja, ja. Niet zozeer dat nou het ontwijken van de regeltjes is, want het zijn dezelfde regels. Ja. Alleen de Engelse keurmeester is wat meer gewend aan enkel stuks toelating. Ja. Ja. Dus die heeft een heel boekwerk waarin de regels nog eens een keer geïnterpreteerd worden. Ja. De gordelbevestigingspunten moeten sterk genoeg zijn, bijvoorbeeld, is een regel. De Engelse keurmeester heeft dan vervolgens 12 bladzijden in zijn boek waar staat... dat betekent dus dat je dat en dat en dat en daar en daar aan moet voldoen. Dat heb je hier niet. In Duitsland heb je toch ook die Einzelzulassung? Hebben we hier ook inderdaad. Yeah. Alleen is het in Duitsland... Duitsland gaan we ze net even strenger. En waar de Engelsen zeggen, joh, je mag voldoen aan voor emissie... aan je APK-eisen, zeggen de Duitsers... nee, je moet gewoon euro 6. Maakt niet uit of je er 1 of 1 miljoen maakt... euro 6 emissie-eisen. Okay. Dus we gaan gewoon naar de TÜV... In heel Europa kan je auto kunnen op kenteken zetten. En dat krijgen we niet voor elkaar met die Ferrari. Ja. Als mensen willen weten waarom iedereen met die auto wil rijden... moeten ze even op ons Twitter-kanaal kijken. Daar heeft onze redacteur Nout even een foto geplaatst. Dan weet je precies waar we het over hebben. Ook al heb je hem heel mooi beschreven. Dan heb je ook gelijk wel door dat je een redelijk gevulde portemonnee moet hebben. Ja. Om hem te kopen, wat gaat die kosten? Nou, er zit niet eens een dak op, dus hij kan ook kopen. En de motor wordt gehalveerd. Ja, precies. Ja, waardeloos. Ja. Nou, gaat zo'n tonnetje vanaf. Ja. Wat mag die kosten? Hij mag 2,5 ton kosten, plus belastingen. Plus belastingen nog? Plus belastingen. En dan heb je een auto die helemaal handgebouwd is. Ja. Die ook op jouw maat en smaak nog helemaal gecustomized kan worden. Oké. Is de markt daar voor een auto als deze? Als ik had gedacht dat het er niet zou zijn, dan was ik niet aan begonnen. Ah, er zit ook heel veel liefde in, volgens mij. Er zit heel veel liefde in, dat klopt. Als de markt er niet zou zijn, dan was Lauwman er ook niet aan begonnen. De markt is er, maar is klein. Maar ik heb ook, het is niet een auto waar die je in plaats van je Audi TT koopt. Nee, dat is duidelijk. Maar hoeveel wil je er gaan bouwen? Dat hangt van de markt af. Maar wat denk je? Wat is de inschatting van die markt? Als ik er 2, 3, 4 per jaar bouw, dan ben ik al zeer tevreden. Ja, en is dit nu ook je fulltime werk? Ja. Oké, dus die 3, 4 gaan wel lukken. Oh ja. Sta je trouwens, het kost natuurlijk een hoop geld om dit te ontwikkelen. Ja. Sta je ook open voor investeerders? Partner, laat het zo noemen. dit is een fundamenteel verschil. Ja. Kijk, een investeerder die alleen zegt van ik wil een rendement maken. Ik hoef hem niet te hebben. Maar waar ben je dan op zoek? Dan ben je dus naar extra kennis op zoek. Extra kennis. Kijk, ik ben techneut. Welk vlak? Ik ben techneut. Okay. Iemand die communicatie, die markt. Zoiets. Tijd in. We willen wel allebei zo'n auto dan. Als je nog wat geld meebrengt, dan valt er wel over te praten. Ja, ik zal even kijken wat ik in portemonnee heb. Precies, ja. Goed. Yeah. Heel veel succes. Dankjewel. En dank voor je komst naar de studio, Hans. Meer zien? Ga naar bnr.nl.